Lieve kijkers en luisteraars van De Eerste de Beste. De podcast over de keukenkampioendivisie en zo ontzettend veel meer. Joopie Buit, ja, Ferry de Bond, yep. Mijn eigen persoonlijke Lars van Velsum en nog iemand terug. Ja. Mijn stem. Ja, heerlijk man. Dat is wel beter, hè? Ja, dat is wel wat. Nou, je kreeg best veel complimenten. Ja, klopt, ja. Dat wel zo lekker rauwtje, hè? En dat... Dat vinden de mensen toch wel, ja, ja, klopt. Een gel om te horen. Maar vrijdag vonden ze overdreven. Ja, vrijdag werd het wel. En tegen het einde bleef ook echt weinig van over, zeg maar. Ja, steeds, ja. Maar wat vinden jullie eigenlijk zo van mijn stem dan? Walk on, walk on, with hopes in your heart, and you never walk alone. Want ik zit te denken, Lee Towers is ermee gestopt, hè? Ja. Het zingen van Walk On voor de Marathon van Rotterdam. Hij is gestopt met zijn hele repertoire, hoor. Ja? Ja. Maar er is dus wel een vacature en ik zit te denken aan ons drie. Nou. Dat wij dat voortaan gaan doen, toch? You Never Walk Alone. Echt een voetballied. Dat wij gewoon dat tegen horen gaan brengen volgend jaar voor de Marathon van Rotterdam. Nou, dan moeten wij gaan streven. Dat lijkt me een goeie. Maar dan zingen wij hem wel helemaal, hè? Ja. Ja. En niet op zich. Walk on. En dan... de rest moet meedoen. Maar hij is gestopt. Hij is gestopt. Dus is maar goed ook. Ja, hij is 104, hè? Hij dus is kan echt wel, oud geworden, maar... Ja, dat is toch wel... Lee Towers is toch wel... Daar moet je wel echt respect voor hebben, zeker, toch? Ja, natuurlijk. Echt een hele grote zanger. Toen... Ahoy nog, weet je, niemand verkocht Ahoy uit, maar nee. hij was Mr. Ahoy vroeger. Ja, toch? Die gouden microfoon moet je ook verdienen, toch? En die was van hem, die was echt van hem. En ik heb ook wel eens, weet je, ik zit heel vaak op dat Spotify, hè. Daar heb ik bijvoorbeeld best een lekkere plaat gemaakt, samen met Anita Meijer. Oh. Daar heb hij echt meerdere lekkere nummers gemaakt. Wel allemaal, van allemaal, weet dat, koffers zijn het wel, ja. Maar weet je, Don't Go Breaking My Heart. Walking on Sunshine. It Takes Two. Nee, die niet. Oh. Welke nog meer van dat soort nummers, weet je. Top. Anita Meijer, een mofje? Ja. Ja? Ja, voor de Vrijmibo. Deze bewaren we. Deze bewaren we. Maar heeft Lee eigenlijk eigen nummers? Nee, volgens mij heeft hij gewoon heel eigen nummers. Ik ken hem ook eigenlijk alleen maar dan van die plaat met, zo met Anita Meijer. Okay. Maar dan doen ze ook van... We've got tonight, who needs tomorrow? Weet je, dat soort nummers allemaal. Maar ik ken hem eigenlijk alleen van You Never Walk Alone. Yeah. En I Can See Clearly Now The Rain Is Gone. Ja, zeker. Toch? Nee, dat zijn zeker. Zijn twee ook grote nummers. Ook geen Lee Towers Original, hè? Nee, ook niet. Hey, Joop, vorige week veel complimenten gekregen. En mensen hebben zelfs wat geleerd vorige week tijdens de uitzending. Ja. Spaans en Engels. Ja, maar ik spreek mijn talen. Ja. Ik ben een man van de wereld. Ik spreek alle talen. Behalve betalen. Kijk. Het was leuk vorige week met Frans Sol. Hè? Ja, dat was mooi. Ik moest er even inkomen in dat Engels. Ja, begin was even moeizaam. Oei. Maar daarna gingen we lekker. Ik denk dat de fout is dat jij moest meteen beginnen met een Spaanse vraag. Ja. Als dat vraag 5 was geweest, dan was je gewoon zo... Maar toen heb jij me goed geholpen. Met dat heerlijke accent. Favorita. Position favorita. Kijk. Hey, maar Joop, ook even complimenten namens mij. Ver, heb jij het geluisterd, onze Joop, bij Studio Langs de Rijn? Nee, nog niet. Media trekt aan. Ik heb het nu niet gehoord. Mijn doel is iedere dag in die media komen. Ook om deze podcast lekker te pushen natuurlijk. Nee, hoe vaak heb je de eerste de beste opgenoemd? Volgens mij ik niet, maar dat deed die presentator al. Ja, nee, dat klopt. Ja hoor, daar was ik wel een beetje op aan het letten, maar die deed dat prima. Maar ja, je moet die gasten toch een beetje verwelkomen, ja, toch, nee, in de KKD. Dus probeer die mensen een beetje warm te maken, want volgend jaar gaan we het gewoon over Vitesse hebben, als ze nog bestaan. Ja, als ze ook bestaan. Er allemaal gekke geruchten over, Ver. Ja, deze dag, zeg maar, als de mensen het luisteren, dit is best wel een cruciale dag. De dag des oordeels. Want ik denk van, want je ziet van alles op Twitter voorbij komen over faillissement en zo, maar dan ga je toch een beetje bij die Vitesse mensen kijken die wat iets meer, maar die weten het ook niet. Die zeggen van, er gaan verhalen rond over een investeerder, maar er gaan ook verhalen rond van, we trekken de stekker eruit. Dus wat denk jij? Nou, ik failliet, dat geloof ik niet, hoor. Nee, ik ook niet. Zo'n club kan never nooit failliet gaan. Daar staat echt wel vanavond een of andere Arnhemse gek op die gewoon al zijn geld erin gaat steken. Maar het is, die club is te groot. Ja. Te mooi. Ja, om nee. Kapot te gaan. Het punt is gewoon. Zij moeten eerst gewoon het seizoen afzien te maken. Dat is het eerste punt, hè? Dus dat, dus daar vinden zij, want zij moeten nog 1 of 2 maanden salaris betalen. Ja. Nou, daar vind je toch wel iemand voor. Want dan praat je toch over, wat is dat? Karel Haalbars. Daar komt hij, hoor, dadelijk. Nee, maar is dat een, wat zou heel de selectie bij elkaar kosten per maand? Ja, wel een paar dure jongens, dat toch? Weet ik niet. Van Ginkel, Prupper.
Ja, maar zo'n club kan toch nooit kapot gaan, man. Dat kan dat gewoon klopt. Niet. Als dat gebeurt, jongen, dan vergeet ik mijn stetse pet op. Moeten we het vragen even aan de gast? Ja, vandaag. We hebben ook een gast vandaag. Zeker. Nou ja, stel er even voor, zou ik zeggen. Maartje, welkom. Ja. Jij doet onderzoek naar voetbalpodcasts. Onderzoek naar voetbalpodcasts. Dan gaat ze het verschil onderzoeken tussen niet-journalistieke podcasts en journalistieke podcasts. Ja. En waar horen wij bij? Wij horen dus bij de niet-journalistieke podcast. Daar gaan ze ons dadelijk vragen over stellen na deze show. Ja. Maar daar is Lars het al niet mee eens. Nee, zijn dodelijk serieus. Ja, journalistiek. Absoluut. Dus het gaat een mooi gesprek worden. Maar je bent fanatieke NEC'er. Ja. NEC'er zeggen we toch? NEC'er. NEC. En Vitesse, moeten ze blijven bestaan? Jawel. Toch wel. Het is misschien geen populaire mening, maar ik denk dat het goed is dat ze even lekker opnieuw moeten beginnen en even een paar jaar te KKD, de keukenkampioen. Ja. En dan weer terug. Als de derby nooit meer is. Nee, precies. Ja, nee, dat maakt het juist mooi. Een beetje rivaliteit daar zo, toch? Ja, maar goed. Hebben we wel eerder een vrouw in de studio gehad? Nee. 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 Jawel, de vriendin van Jari Schuurman. Ja. Jawel. Toen was ik er niet. Oh nee, toen was je er niet. Ja, die was er Nee, dat klopt. Maar welkom in ieder geval. Ik ben benieuwd welke vragen er straks allemaal komen. Sorry alvast voor al die onsmakelijke grappen. Ja. Nou, dat kennen ze wel hebben. Ja, daar hebben ze ons op uitgezocht waarschijnlijk. Dus. Een vrouw van de tribune, hè? Ja, daarom. Hey, Jopie, jij vorige week op het plus. Heerlijk avondje gehad. In de Skybox bij ADO. Ja. Ik had een leuke skybox. Je kwam echt binnen, een soort van bruine kroegachtig gebeuren. Met eten. Indonesische rijsttafel, lekker. En je kon ook gewoon zelf je biertje tappen. Hebben we ook gedaan. Maar het is wel mooi, daar zit je toch lekker. Ik vond het wel leuk om een keertje dat zo mee te maken. Maar het is wel mooi. Ik was ook met neef van mij, maar Pinkeltje was er ook. Een Pinkeltje. Die heeft zich misdragen. Wat dan? Ja. Die gaat op een gegeven moment gewoon schreeuwen alsof die op Midden-Noord staat. Ja. Gewoon in die skybox. In die skybox daar zo. Dat kon echt niet. En wat gedeelt hij dan? Ja, god, wat een domme, je moet die bal spelen. Oh, oké. Okay. Zo tekeer ging die de hele tijd. Ja, dat kon echt niet. Vonden de mensen daar wel wat nou, van? Nou, hij heeft zelf zijn excuus aangeboden aan die gozer die ons mee had genomen dag erna. Oké. Ja, emoties neemt het ook nog overhand, hè? Ik denk niet dat we nog een keer worden uitgenodigd daar zo. Nee, dat denk ik niet. Ja. Vuile tyfuskaars. Ja, want dat zat ik te denken. Volgens mij heb jij in seizoen 1 ooit een keer een verhaal verteld over een trouwerij of zo, dat iemand in de plantenbakken stond te pissen. Heb ik dat een keer... Ja? Oh, weet je nee, dat nou? Was dat Pinkel ook? Ja, of was nee, dat was nee okay. Want die was er niet bij. Dat was iemand anders. Ja, dat was die trouwerij in Hongarije. Ja. Oh, ja. Ja, dat ging ook dat wel. Door de restauranteigenaar. Dat was ook wild. Ja, precies. Maar goed, Joop, lekker wedstrijd gezien. Ja, Kaarsie, hè. Kaarsie. En dat is toch wat die gozer, die heeft zulke goede loopacties. Want ik zat naast een dronken Pinkel. Maar op een gegeven moment die rare hoge bal. Hè? Ja. Yep. En ik zie Kaarsie lopen. En ik zeg al tegen hem, ja, daar gaat hij. Ja. Je zag het gewoon gebeuren, man. En is hij zo snel. En dan schiet hij de bal ook de heerlijk in. Ja, maar ADO is er helemaal kwijt, joh. Ja, ADO is er kwijt. ADO is Hoe gaat helemaal dit nou naar de playoffs? Nou ja, ze zijn dus nu in een nieuwe formatie zijn ze aan het voetballen. En zijn ze blijkbaar aan het oefenen. Maar ik snap daar dus geen ene reet van. Want voor de winterstop met de 4-3-3 ging het gewoon prima, dacht ik. Ja. Draaide gewoon goed. Dus wat dat betreft snap ik er ook even helemaal niks meer van. Joh. Nou zijn formaties in Den Haag niet altijd succesvol. Nee, dus nee, we gaan het allemaal nog maar zien. Moeizaam. Maar in ieder geval, Martijntje Kaars maakt natuurlijk de 1-0. Had ook nog een assist kunnen geven. Ja, die vond ik mooi. Was dat Verkeilegom die hem op de paal schoot? Ja. Hij had nog een assist kunnen geven, maar... Wie stond er toen op de reclameborden? Ja. In het Cars Jeans Stadion. Onze grote vrienden van Proforto. Here we go. Proforto boys. Jawel. Making all the noise. The Proforto boys. Bij Den Haag op de reclameborden. Ja. Hè? Oh. Bij Den Haag in het stadion. Ja, bij Den Haag in het stadion. Op de reclameborden. In één keer zo Proforto. En toen was ik trots, jongen. Natuurlijk. Ik voelde me helemaal thuis. Zeker. Nog meer dan ik me al thuis voelde. Ja. Met de schreeuwende Pinkeltje naast me in die skybox. Had je Proforto truitje ook aan? Nee. Ik had gewoon... Hey, skyboxie. Ik had een mooi overhemdje aan. Okay. Oh, wel netjes gekleed. Zo'n mooie ADO-sjaal op. Stetse pet op de pan. Heerlijk, man. Oké, helemaal top. Maar ik moest zo lachen met die assist van Kaars. Ja. En die Verkeiliging om die schiet op de pan. Maar die Kaars, die was al... Aan het juichen. Juichen weg aan het lopen. Maar dat vind ik het mooie van Kaars. Die is zo puur. Ja.
En ook toen hij scoorde, dan... Hij ging eerst de verkeerde kant op. Ja. En dan, hij was helemaal wat... Even de klus, maar dan is hij zo blij. Ja. Hij was blij. Alsof, alsof hij zelf iedere keer stom verbaasd is. Want hij vergat met het vuistje naar mij. Ja, dat was hij vergeten. Klopt. Maar hij was zo verschrikkelijk blij. Dat klopt, ja. Klopt. Maar in ieder geval op de reclameborden dus Pro Forto, onze trotse sponsor. En wij zijn trots dat zij onze sponsor zijn. Zeker weten. Ben je nou op zoek naar werkkleding voor helden? Snelle levering, beplakken, bedrukken, borduren. Alles het kan er allemaal. Alles is mogelijk. Grootste assortiment van Europa. Kan je nog even één keer wat vertellen over die levering van ze? Die is zeer snel. Ja, vandaag besteld. Morgen in huis. Ja. Zo. Hoppakee. Inderdaad. Stel je voor, hè, je bent vaste luisteraar van deze show. Ja. Hebben we dan een code of zo? Je zou bijvoorbeeld de code DEDB15 kunnen gebruiken voor 15% korting. Geldig vanaf €100 en tot en met 9 mei. Ja. Maartje, heb jij ook een keer werkkleding besteld bij Proforto? Ook voor aankomende journalisten? Topkledij. Zeker. Ik ga zomaar eens in gaan verdiepen. Kijk. Ja, en gebruik dan dus de code DEDB15 voor 15%. Hebben zij onderscheid tussen vrouwen- en mannenkleding? Nee, ze zijn gewoon heel gender-neutraal bedrijf. Ja. Die zijn gewoon met de tijd mee. Zeker, ja, absoluut. En we gaan aan het einde van de show natuurlijk weer de Proforto Speler van de Week bekendmaken. Het was weer uiterst spannend. Hey, we kregen een YouTube-comment van Trabelsi1419. Die zegt, Wie kent hem niet. Er gaat natuurlijk niks boven de keukenkampioen-divisie. Maar kunnen jullie van de zomer met het EK niet een speciale Proforto Oranje podcast maken? Ja. Ik hou van Oranje, dat meen ik echt. Dus het is voor mij ADO en Oranje. Juist. Op gelijke hoogte. Holland? Alleen als ze spelen. Alleen, ik ben op vakantie. Oh. Die wedstrijd in Hamburg spelen ze tegen de Polen. Dan ga jij daarheen toch ook? Ik ga daarheen, ja. Die kan raden wie er ook heen gaat. Joopie Buit? Pinkeltje. Oh. Pinkeltje. Nee, Pinkel? Dat is het hele ding. Pinkel, mijn neefjes gaan. Gaan die allemaal? Ze gaan allemaal. Lachen. Waarschijnlijk ga je ze zien, kan je lekker biertje met hun doen. Maar ik ga niet. Ik ga dus de dag erna op vakantie. Naar? Voor 2 weekjes. Ja, naar de Schelling natuurlijk. Nou, even lekker uitwaaien. Ja. Heerlijk, ook leuk. Maar een podcastje vanaf de Schelling? Nee, dat gaan we niet doen. Nee? Maar als wij erin blijven, na die 2 weken, dan ga ik er vol voor. Okay. Dan gaan we het opnemen. Okay. Maar regelt het wel lachen, zetten we hier gewoon Pierre van Oordonk. Juist. Ja, maar dat kan er ook toch, die eerste 2 weken. Zeker. Dat jullie dat gewoon gaan opnemen. Maar die oude van me is er ook niet. Die is ook op vakantie dan. Oh, maar wij worden zo binnengelaten door iedereen. Dus, dan moet je naar Amsterdam toe. Dat regelen we maar wel. Het is wel een leuk idee, toch? Zeker. Nou, wij hebben er natuurlijk wel gigantisch veel verstand van. Absoluut. Als journalistieke podcast moeten wij dat duiden. Zeker. Ja, 100%. Kijk, en ik bijvoorbeeld in mijn persoon, ik heb niet alleen verstand van Oranje, ook van FC Volendam. Ja. Want het andere Oranje. Het andere Oranje. Heerlijk. Ik zat hier natuurlijk vorige week. De week was zo goed. Ze blijven er 100% in. Hey. Na komt die citeer niet voor. Nee. De weg naar boven is ingezet. Ja. Het was slecht hè, deze week. Oh. Ja, want ze moesten dus tegen Excelsior. En dat was dus een directe concurrent. Kon ze op 1 puntje komen. Of tenminste gelijk in dat doelsaldo. Helemaal weggespeeld. Gewoon niks. Niks. Nee. Ja. Het was niks. Maar wat zeg je nu, Volendam? Ze gaan eruit. Nee, ik ben bang dat we net als Vitesse Volendam volgend jaar gaan bespreken. Ja. Maar dat is toch wel jammer. Ik vond dat er was echt zo'n wedstrijd dat je nou eigenlijk niet weet of dat Excelsior nou zo goed was of Volendam zo slecht. Ja. Want Excelsior leek echt van het niveau Feyenoord. Klopt, die waren echt goed. Toch? Ja, klopt. Maar ja, ik denk dat Volendam gewoon zo slecht was. Ja. Helaas. Pipe Guido zei ook van, ik heb nog nooit zo'n goede sfeer meegemaakt in dat stadion. Daar heeft hij zelf ingezet. Zeker weten. Ja, was mooi. Capo Pipe Guido. Mooie beelden te zien op Twitter. Dan zie je Pipe Guido, zie je zo schreeuwen. En dan zie je zo die hele supportersgroep allemaal met spandoek ook terugroepen. Ja. Mooie beelden. Nou, weet je wat ik daar dan het allermooiste van vind? Daar heb ik hem nog 3 keer voor teruggespoeld. Hij doet dat zo, dus hij krijgt heel die club in beweging. Ja. En dan is het afgelopen. En dan lopen ze allemaal weg. Ja, maar dat hebben we gedaan. Staat het erop? Beelden zijn gemaakt. Ja. Heerlijk, man. Pieter Guido. Laatst nog eventjes van de intro. Mooie beelden uit Duitsland. Want daar werd de hegemonie van Bayern München verbroken. Ja. Door Leverkusen. Ja, Leverkusen kampioen. Daar heb ik ook van alles verstand. Maar die foto was mooi. Hè? Ik denk dat al onze luisteraars het wel weten. Dat was een prachtige foto online. En dan zie je Weerts. Dat is echt een soort wonderkind. Is dat. Ja. Die zie je naar die supporters toe van mensen rustig aan. Ja. Maar je ziet een steward. Zie je eigenlijk wel helemaal juichend op hem afkomen. Ja, want voor de duidelijkheid, je ziet stewards tegenhouden. Maar ook met een lach zo van we hebben hem.
Nee, want ja, voor de duidelijkheid, het stond dus, het werd 4-0. De wedstrijd was nog niet afgelopen, maar de pitch invasion begon al. Ja. Nou ja, soms loopt het goed af. Bij ADO weer wat minder. Bij ADO wat minder. Maar in ieder geval, die Stuart inderdaad, die kijkt niet eens naar de mensen. Nee, die zelf die gaat gewoon meejuichen. Nou, en je ziet ook zo fancy al met die... Ja, met die cornervlag. Met die cornervlag. Ja, die heeft wel een geweldig, man. Ik heb ook nog iets moois, dat zag ik ook op Twitter. Want Werder Bremen en Leverkusen, die hebben een dingetje met elkaar. Oké. Okay. Een soort van rivaliteit of zo. En een beetje soms onder de gordel en... En nu waren er dus Werder Bremen supporters gewoon in een Leverkusen vak. En die zijn vuurwerk gaan uitdelen. Maar die, deden dus net alsof ze gewoon van Leverkusen waren. Ja. Dus er zijn erbij, die hebben dat op het veld afgestoken. Maar dat is echt allemaal groene rook. Dan zie je midden op dat veld opeens zo'n groene rook. Dat is wel een goede grap. Ja, dat is dat voetbalcultuur. Dat is voetbalcultuur. Dat is voetbalcultuur. Ja, mooi. Maar wel een beetje, kijk, dit is wel mooi hoor, Leverkusen. Maar het is niet echt... een grote Duitse club, hè? Waarom niet? Het is niet? Geen traditionsvereinen. Dat nee, is genoemd naar een medicijnman, toch? Wie? Nee, dat is toch... Medicijnman? Ja, ik dacht dat die club vernoemd is naar medicijnenmerk. Oh, dat weet ik niet. Dat maar het is een beetje een soort AZ. Klopt, klopt. Maar het is wel een grote club. Want we vroeger als je zo met Ballack... Ja, zeker. Zee Roberto, Lucio zat daar. Dat was ook toen een heel goed team. Maar het is niet echt volks. Zeg maar. Keulen is veel meer volks. Nee, dat heb ik wel eens gehoord. Ja. Het is een nette club. Ja, ik ben maar ook dat maakt toch niet uit? Nee, maar ik ben er toen... misschien is daar een beetje mijn aversie. Ja. Een jaar of... Ja, dat is misschien al 10 jaar geleden. Ben ik daar ook geweest. En toen behaalden ze... Dat was de laatste speelronde. En toen behaalden ze Champions League. Toen werden ze derde of zo. Ja. En wij dachten van nou, we gaan er niet naar huis. Nou... De rest dus wel. Iedereen was gewoon iedereen was een applausje, een rondje en maar naar huis. Maar nu was het totaal nu anders. Mensen gingen helemaal los in dat stadion. Ja, dat klopt. Dat was dat echt klopt. Wel wat anders, ja. Maar heel Duitsland juichte mee, hè? Ja, maar ja, vind je het gek dat Bayern München dat is de laatste 80 jaar kampioen geworden? Ja. Het is normaal zo saai als ik weet niet wat. Nee, vorig jaar was bizar toen, hè? Dat Dortmund het nog weg af. Ja. Ongelooflijk. Ja. Mooi. Nee, mooi. En Xabi Alonso natuurlijk als trainer. Volgens mij wel... Vind ik echt van een grote speler. Echt een goede prestatie als trainer. Zie je niet vaker. Nee, want ik meteen bedoel, ook, hè? Ja, want als je bijvoorbeeld Zidane bij Real 5 keer de Champions League winnen, is ook waanzinnig. Ook alleen slecht. dat heb je toch het gevoel dat je iets meer... Dat mag wel bij Real. Juist. Dat mag wel. Juist. Kijk, die Xabi Alonso is waarschijnlijk het type Arne Slot. Echt een goede trainer. Wezen. Die zet echt dat team. En leuk voor Frimpong, hè? Ja, zeker. Echt een heel goed jaar gehad. Maar Nederland zelf, dan komt er net niet helemaal uit de hele tijd. Jammer. Maar wel een mooi man. Ja, ja die ging absoluut. Ook. Waar ging die natuurlijk heel? Wie Frimpong? Nee, dat is nog niet bekend. Oh, oké. Okay. Ja, ja, daar heb ik gewoon wat dingen. Heb ik mijn mond voorbij gegaan. Gewoon dingen roepen. Hij weet al wat. Gewoon dingen roepen. Nou ja, in ieder geval, Joop. Jij had dus een heerlijke avond met ADO. Ja, joh. Volendam ging lekker. Laten we dan even over NAC hebben. Want dat ging natuurlijk wel uitstekend. Gaan we er al heen? Ja, tuurlijk. Gaan we nog niet naar de mystery guest? Nee. We gaan eerst nog even naar NAC tegen Dordrecht. Even de boel nog invrijven. Ja. Heerlijk. Ja, nou ver, vertel. Vertel maar. Ik heb er niks van gezien. Wat zeg jij nou? Nee, ik had personeelsfeest. Nee joh. Dat is het wel een teken aan de wand. Want ik zou een personeelsfeest nooit boven NAC verkiezen. Ja. En wat is dit dan? Maar nu wel. Gewoon omdat je... Heb jij de hoop opgegeven op nou, de play-offs dan? Jawel. Nou nee, de play-offs halen. Maar dat is het punt. De play-offs die halen we wel. Ook als wij de play-offs niet willen halen, dan lijkt het echt al weken op. Ja. Dan nog zelfs lukt dat, lukt dat niet. Nee, precies. Want de rest Cambuur verliest ook iedere keer VVV. Dus die play-offs die halen we gewoon. Ja, maar dan is het twee wedstrijdjes en klaar. Daar ga ik wel vanuit, ja. Maar ik had nu even de voorkeur voor wat anders. En ik was spekkoper. Heb je een gezellige avond gehad? Ik heb een gezellige avond gehad. Heb je nog stiekem een beetje lopen dansen met een collega van je? Zodat het handje even net even op dat middeltje ging zo? Luisteren te veel bekende mensen. Kijk. Maar, ook wel, dat vonden mijn collega's heel raar. Op de foto geweest, hè? Met fans. Waren jij fans? Ja. Wat dan? Ja, weet ik ook verder niet. Je collega's. Ja, nee, het was echt een bovenschoolse, zoals 1100 man of zo. Oké. Okay. Oh, okay. Dus je stond echt van, wat staat hij nou te doen? Maar dat is ook gewoon luisteraars en zo. Ja, luisteraars. Lekker man, lekker Top. Man. Hey, Top. Maar even NAC slecht, maar dat Dordrecht blijft maar gaan, hè. Ja. Dat speelt zo lekker, dat is zo fris. Ik vind die Soraya ook zo goed, hè, die aanvoerder. Maar het klopt allemaal met elkaar. Ja. Het klopt gewoon bij Dordt. Maar is dat dan gewoon toch een paar hele lekkere spelers erbij en dat de rest zich dan daar
Denk het wel. Op aankomst. Voetbal is wel makkelijker. Is dat dan zo? Wij vertrouwen toch gewoon dat als jij wint van de Graafschap en wint van... Santorin zei toch in een interview van je zit te wachten op de keer dat het fout gaat. Het gaat niet fout. Nee. Maar dit is nou eigenlijk... Dit is precies hoe het wel moet. Want we hebben het dan vaak over die jongteams. Ja. Maar dit is gewoon een soort... combinatieteam van Jong Feyenoord en gewoon een echt KKD-team. Ja. Ja. En dat is een goede mix, want die jonge gasten hebben overal scheid aan. En het is wel een echte club, dus ja. Daar zit wel iets wat van druk achter van we willen wel echt winnen. En die die goal van Sebaoui, dat stiftje. Ja. Heerlijk, man. Dat is echt genieten. Kriwak, geweldige kopbal. Ja, echt een geweldige kopbal. Geen keepersfout? Nee. Mooie bal, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Mooie bal van Tim Reserveur. Ja, twee assistjes, hè? Twee assistjes, joh. Ja, ik moet zeggen, Tim Reserveur, laatste weken speelt hij goed. Ja, maar is Jari Schuurman, denk ik eigenlijk. Jij niet? Ja, maar die is geblesseerd. Ja, nee, maar bedoel ik van, Schuurman en zo Reserveur, als je dat soort gasten bij een half jong team wegzet, dan loopt het echt als een malle. Want nu heb je die Reserveur en Shiloh van het Zand. Ja, er staat wel ineens een middenveld op het gemakkie. FC Dordrecht dadelijk naar de Eredivisie. Ik kan het bijna niet geloven. Nee, dan komt er ook wat anders. Want dan komen zij opeens ook onder druk. Ja, dadelijk in de play-offs. Ja, maar zullen zij die druk hebben? Want zij hebben hun druk is eigenlijk dat zij elke week eigenlijk misschien wel... Ja, ze mogen. Nee, maar ze gaan ervan uit dat het fout kan gaan. En het gaat maar niet fout. Dus dan maar dan gaat op een gegeven moment wel fout. Denk je? Ja, ik denk dat. Dit soort sprookjes eindigen meestal in schoonheid. In mineur. Hey, maar dan even over NAC zelf. Want witte zakdoekjes werden gezwaaid. Jan had nog wat teksten. Ja, dit is wel bijzonder, hè. Want wie had Air Force Jan? Air Force Jan. Oh, Mr. Guest. Oh, wat zei die? Air Force? Weet ik het. We stonden met het schaamrood op de kaken voor ons eigen publiek. Je moet er hier wel heel veel voor doen. Wil het stadion stilvallen? Daar hebben wij absoluut aan meegewerkt. Dat kunnen we niet maken naar de supporters toe. Nou, nee, maar kijk, dit is... Stedendaagse Dirk Kuyt, of niet? Demagoogje. Dat merk je nu echt, dat... hoe heet die volleyballer die bij PSV zat? Toon Gerbrand. Die is bij ons adviseur, hè? Ja, dat merk je. En dat merk je. Die hebben zich voorgenomen van... Ja. Het is afgelopen bij NAC met die chaos. Wij hebben deze trainer aangesteld. Mm-hmm. En die gaat er niet uit. Ja. Dat gaan we niet doen. Rust. Ja, rust. We willen rust in de ploeg. Nou, alle, want NAC, die hebben alleen al 4 podcasts. Al die podcasts, die gaan erover dat er eigenlijk... Normaal gesproken was Van Gastel weken geleden al eruit. Die hadden ze in januari laten gaan naar beziekte. Maar nu is het van, nee, het gaat niet gebeuren. Hij dient gewoon zijn contract uit. En daardoor is het één grote... Want iedereen is er klaar mee schijnbaar. Maar ik denk dat hij gewoon blijft zitten. Toon Gerbrands, persona non grata in Breda? Teksten. Toon Gerbrands, weet je, met zijn boeken over leiderschap. Ja. Is toch lastig in Breda die dan, is, hè? Nou, die is nu, want sinds die overname hebben ze eerst Toon Gerbrands aangesteld als adviseur, een ervaren man. Ja. En hij had dan eigenlijk een opdracht. Hij moest een algemeen directeur wegzetten bij NAC. Toen had hij iemand bij Philips gevonden. Mm-hmm. Daar heeft ongeveer 3/4 jaar geduurd voordat ze die los konden weken, want die had nog 4 maanden contracten, zo weet je wel dat. Mm-hmm. En die is toen bij NAC geweest en die is binnen 1/2 jaar was hij weg, want die bleek er niks van te kunnen. Nou, en nu zijn ze alweer 3/4 jaar naar een nieuwe op zoek. Dus Toon Gerbrands zit al 2 jaar bij NAC en we hebben 3 maanden een algemeen directeur gehad. Ja. Dus ja, dit is NAC leiderschap, in de leiderschap. Ja. Dus, maar er is ook positief nieuws, hè? Vertel. Nou, gooi hem erin. Nou, de kans is heel groot dat Mats Seuntjens dat zou mooi in zijn. Dat zou mooi zijn. Dat moet gaan gebeuren, toch? En is er dan ook nog kans dat zijn broer dan ook nog komt? Ja, daar wordt wel over gesproken. Nee, Ralf, hier ga ik voor liggen, persoonlijk. Oh, ja? Ralf moet lekker daar blijven, in Doetinchem. Ja? Ik sluit niet uit. Ik denk dat ze heel graag... Ralf kennende wil die nog wel heel graag een keer met Mats op het veld staan. Bij NAC. Ja. Ik zou het jammer vinden. Ik vind dat Ralf... Zou dat voor het verhaal mooi vinden. Maar de Graafschap, die heeft hem ook weer die heeft hem een prachtige kans gegeven. Die pakt hij met beide handen aan. Ja, hij doet het goed. Dat is waar. Het past gewoon, de Graafschap en Ralf Seuntjens. Oké. Okay. Maar ik weet ook niet of dat zij hem willen houden. Dat weet ik ook niet. Hoe oud wordt Ralf? 34? Ja, 35. Ja, dat is wel waar. Oké, als de Graafschap van hem af wil, dan mag hij naar NAC. Okay. Maar we kijken rijkhalsend uit naar het einde van het seizoen. Playoffs kunnen we niet meer ontlopen. Dat gaat niet meer lukken. Ja. Dus die moeten we ook nog even uitzetten. Ja, dat FC Dordrecht, mooi man.
Dordtje. Mooi man. Tuurlijk wel. En ook in één keer hooligans. Dan ja, weet je ja, dat ja, het ja. goed gaat. Ja, maar dat vond ik dan... Oh, want wij hebben... Ja, daar krijg ik echt de kriebels van onze burgemeester, Paul de Pla. Want dat van is het fietshok. Ja. Maar dat is echt de voetbalburgemeester. Hè. Die heeft dat takenpakket namens al die burgemeesters. En nu hebben ze dus van Dordt, hebben er een paar boefjes... Ja. Ja, dag voor de wedstrijd. Het supportershome van NAC beklad met teksten. Zoals KK, NAC en zo. En nu? Dat soort dingen. En dan zegt Paul de Pla. Ze mogen niet komen. Iedereen die met de autocombi, daar waren 150 of 200 of zo, mogen allemaal niet komen. Ja, omdat er vier debielen dat gaan doen de nacht van tevoren. Dus die moesten weer even zijn statement maken. Ja, die is streng, hè? Die is streng. En toch, wat ik dan ook weer altijd zeg, voetbalsupporters geven ook wel weer heel veel stokken om mee te slaan. Hè? Ja. Maar ja, niet allemaal. Niet allemaal, nee. Nee, de goede lijden onder de slechte. Ja. Juist. Dus dat. Ik zat met zoveel vraagtekens. Alles ging door mijn kop heen. Ik ken de stem wel. Ik weet het niet. Heren, ik denk dat het dan tijd is voor het leukste onderdeel. Ja, gaan we van de, ga ik maar vragen zoeken. Mystery guestje. Ja, pak jij even je telefoon erbij. Dan gaan we. Praten jullie het even vol? Ja, wij praten het eventjes vol. Geen enkel probleem. Ik ben ook even de vragen erbij pakken. Ik krijg een berichtje met oei van Matthijs Snapvangers. Van het moment van Snap. Zit hij te verklappen? Nou, want ik was natuurlijk even lunchen met hem. Maar hij zou de sjaal meenemen van wat een kutkrant. Ja. Nou, die was hij dus vergeten. Ja, want daar gingen jullie van afgesproken, daarom toch? Gingen we erheen. Nou, even lekker wat gegeten. Maar hij woont zo 3 minuten van het centrum af. Dus had hem even snel gehaald. Maar die sjaal die heb ik thuis. Maar nu ben ik hem dus vergeten. Oh, ja, dat is ook niet handig. Volgende week hangt hij daar. Okay. Oh, die geven we hier een plekje. Ja, tuurlijk. In het kleine museum. Ja, het begint echt wel indrukwekkend te worden. Met bivakmutsen en schalen. Cowboyhoedje. VV Dokkum. Poepclub. Poepluppie. Ja, joh. Even kijken. Maar we zijn dus aangekomen bij de mystery guest. Nou, we gaan bellen. Jullie hebben je vraagjes klaar, dus dan gaat het. Mystery guest ready, zegt Nicky van der Gijp. Kijk, dat moeten we. Vakman. Zeker, maar niet aanwezig. Een hele goede avond. Mystery guest van onze podcast. Jazeker. Goedenavond. Ik zit hier samen met Joop en Ferry en zij gaan u om de beurt een vraag stellen om uw identiteit te achterhalen. Bent u daar klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké dan. Ferry gaat beginnen. Komt hij aan. Voor hoeveel clubs ben jij dit seizoen in de KKD uitgekomen? 2. Okay. Kijk, dus we hebben met een binnenlandse transfer te maken, Joop. In welke provincie ben je momenteel actief als speler? Limburg. Oké. Limburg. Ben jij beter, wat zit er? Ben je beter met je handen of met je voeten? Voeten. Oké. Aparte vraag, toch? Ja. Nee. Bij welke club zat jij het langst in de jeugdopleiding? AFC Ajax. Oké. AFC Ajax zelfs. Wie is de beste speler met wie je op het trainingsveld hebt gestaan? Zo, mag ik even nadenken? Ja, mag ik even schellen. Even kijken hoor. Dusan Tadić. Dusan Tadić? Ja, okay. Dat is geen slechte speler. Of bedoel je echt in wedstrijdverband? Nee, op trainingsveld. Wat is het kapsel van je huidige trainer? Ja, dat is een speler van Roda. Ja, kunnen er meer zijn, toch? Limburg. Oh ja. Van Berne is niet kaal. En Kruis ook niet. Nee, daarom. Nee. Wie is de knapste voetballer met wie je ooit samen hebt gespeeld? De knapste voetballer? Ja, ik heb het niet bedacht hoor, de vraag. En is dit voor vraag dan? Ja. de knapste voetballer. Ja. Zal ik maar zeggen dan? Ja, doe maar. Wat voor voetballer? Had je niet verwacht? Ja, je had ook niet verwacht. Dit, nou, denk er nog even over na. Nou, ja, goed. Kom ik straks terug. Ja, is goed. Wat is het meest bijzondere moment wat je meegemaakt hebt in de Limburgse derby? Oh, ik weet het. Boringverhaal natuurlijk, hè? Met het biertje. Lekker. Ja, dat was mijn vraag. Ja. Mijn laatste. Hou je een beetje van bier, staat er? Ja, nu wel. Ratie is een hooligan. Ja.
Ja, die heb ik vaak gehoord, ja. Ja, grazie, mooi man. Kijk, mooi. Ik dacht, ik kan wel zeggen van beter met mijn handen, maar dat was hij natuurlijk direct al. Ja, dat is wel goed. Nou, ik dacht serieus van, oh, we hebben dus met een keeper te maken door die vraag. Maar toen dacht ik van, oh nee, dat is een stomme vraag hoor. Grazie, ja, mooi. Mooi. En maar Kelvin, even een vraagje, want jij hebt samengespeeld met Ruben Kluiver, toch? Ik heb zeker samengespeeld met Ruben, ja. Ja. Die noemen wij... Wij noemen hem de mooiste speler van de KKD. Dat is een knappe jongen. Ah, Ruben is wel een knappe jongen. Ja. Kijk. Toch een antwoord. Dat moet ik hem geven. Kijk. En jij bent, was het in de winterstop, hè, naar Roda, toch? Ja, correct. Ja, en kost dat jou dan moeite om van een jong team naar een team die het eigenlijk strijdt voor promotie? Kost dat moeite of is dat, ga je daar meteen mee in die flow? Nee, ja, eigenlijk ben ik eigenlijk meegegaan in die flow. Direct goed opgevangen hier. Dus eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik hier kwam, naar mijn zin gehad. En we zijn op de goede weg naar boven. Dus. Ja, want werd je niet meteen speler van de maand in je eerste maand daar? Ja, klopt. Vanuit L1 Limburg, ja. Kijk, ja, en die hebben de kijk op. Die hebben de kijk op, zeker weten. Ja, die hebben de kijk op. Ja, zeker. Dat zijn kenners. Ja, ja, mooi. Maar dan, zeg maar, want die keeper was toen geblesseerd, toch? Hoe weet je ook weer? Bukker. Ja, Koen. En maar dan Koen kom jij en dan kom je meteen de basis. Ja, en is dat... Ja, kijk, bij spelers is dat ook met concurrentie. Maar vind je dat dan niet lullig voor hem of zo? Of is hij nog steeds geblesseerd? Ja, hij is nog steeds geblesseerd. Nee, hij is wel terug. Oh, oké. Okay. En jij hebt gewoon de concurrentiestrijd gewonnen nu? Ja, nee, kijk, ik had aan het begin, heb ik met Bassie Bum gesproken. En die heeft gewoon uitgelegd, weet je, op het moment dat jij het goed doet, dan blijf je gewoon staan. En ik denk dat ik het prima gedaan heb in de tijd dat ik hier ben. Dus kijk, ik denk dat ik... Koen was denk ik terug rond MVV. Die had ik toen nog gespeeld. Yeah. En toen had ik Interland Break met Jong Oranje. En toen ik terugkwam, toen stond ik er weer op tegen Jong PSV, dus dat is mooi. Ja. Ja. Hey, hoe is het werken onder Bassie Bum? Ja, goed. Ik vind het een... niet alleen omdat ik nu natuurlijk hier zit, maar ik vind het een tactisch goede trainer. En ook sfeervol binnen de groep. Dus hij weet wel hoe hij een groep bij elkaar houdt. Ja, oké. Okay. Nou, wij hebben een gedragsverandering gezien bij Bassie Bum. Heel goed, want daar wilde ik eigenlijk even heen. Want hij is de laatste weken ineens onwijs aan het lachen de hele tijd. Aan het wat? Aan het lachen. Aan het lachen? Ja, en dat deed hij eigenlijk nooit. Hij was vrij nors. Nou, ik heb de eerste seizoen zelf daar niet op gelet nauwkeurig. Dus dat weet ik niet. Maar ja, dan weet je, het gaat nu ook goed. Dus de sfeer gewoon binnen het team is ook goed. Dus... Ja, mooi. Reden om te lachen. Maar jij hebt landelijke bekendheid gekregen door de derby, hè? bij dat reclamebord. Neem ons eens even mee naar dat moment. Want jij ziet dat daar met bier wordt gegooid. En jij dacht even van, ik vlieg hem aan. Nou ja, kijk, weet je. Op een gegeven moment was er een duo op de achterlijn met Rodney. En die bleef liggen. Dus ik kwam daar naartoe om even te kijken, weet je. Om even een seintje te geven aan de fysio. Van joh, kom het veld in of niet. En ik stond daar. En op een gegeven moment krijg ik gewoon een biertje in mijn gezicht geworpen, zeg maar. Yeah. Dus ja, weet je. Ik heb die hele wedstrijd al. Ik heb al interviews aangegeven, weet je. Wat ze allemaal roepen vanaf de tribunes moeten ze zelf weten. En dat vind ik helemaal niet erg. Daar ga ik alleen maar beter van spelen. Maar een biertje in iemands gezicht gooien van een meter of twee, dat pik ik gewoon niet. En toen uit pure emotie en weet ik wat er allemaal loskwam, wilde ik me eigenlijk te lijf vliegen. Maar Ratie is niet bang. Beter dat ik dat niet gedaan heb. En stel dat je niet was tegengehouden, hè? Hoeveel had je er neergehoekt, denk je? Nou ja, ik zag later terug dat er behoorlijk wat veel mensen vanaf boven naar beneden kwamen. Dus of ik er heel eind was gekomen. Maar je bent wel populair geworden zo bij de supporters, hè? Van Roda. Ja, ik heb dat hooligan verhaal heb ik wel veel gehoord, ja. Dus,
Ja, ik vond het mooi. Toen jullie aankwamen, weer in Kerkraad, iedereen eraan. Ja, vanuit de bus, ja. Ja, lekker man. Ja, maar wat ik wel... Jij komt uit Noord-Holland volgens mij, hè? Ja, klopt. Ja, dat Purmerend, toch, of niet? Ja, klopt ja. ook. Jij hebt wel zo'n lekkere, nuchtere Noord-Hollandse uitstraling in dat goal, weet je. Dat vind ik wel een goede uitstraling hebben, hoor. Goede keeper. Ja, even weer wat veren erin. Ja, ja, ja. Ja, niet te veel, hoor. Nee oké, dan hou ik nou op. Maar dat is wel... Ja, dat is goed. Dit is echt een hele goede keeper, man, die Ratie. Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar jullie zijn in een felle strijd verwikkeld, hè, met Roda. Want voelen jullie zelf ook van, we mogen eigenlijk... Ja, geen puntverlies leiden, want ja, Groningen zit er kort op, toch? Ja, klopt. Maar aan de andere kant ligt het richting plek 1 natuurlijk ook nog steeds open. Ja, zeker. En dat is vooral waar wij op doelen binnen de club. Dus wij kijken eigenlijk niet naar onder, wij kijken naar boven. Hey, dus wij willen gewoon die eerste plek aanvallen. Ja. En nou, als wij ons spel blijven spelen zoals de afgelopen tijd, dan... En dan zie ik dat goed komen. Dus jullie hebben gewoon de focus op de volgende wedstrijd? Ja, altijd. Ja. 100%. Kijk, zo hoort dat. Hey, even voor, want jij zit bij Jong Oranje. Ja. Wat betreft het grote Nederlandse elftal, want ja, er komt een nieuwe generatie aan. Zie jij jezelf ook wel over een jaartje of 5 bij de 4 beste keepers van Nederland? Ja, dat is wat je hoopt natuurlijk. En nou, ik train er elke dag voor. Zowel Jim als op het veld. Dus ja, weet je, om sowieso nu in Jong Oranje te mogen spelen, dat is natuurlijk al fantastisch. Maar uiteindelijk droom je natuurlijk van het echte Oranje. Ja. En nou, ik heb met Bart Verbrugge heb ik samen gespeeld. Of tenminste samen gespeeld. We hebben toen met het WK onder 17 was ik samen met hem daar. Ja. En nou, op een gegeven moment ging hij spelen bij Anderlecht, waardoor hij gewoon een hele goede ontwikkeling doorgemaakt heeft. En die stroomde uiteindelijk ook van Jong Oranje door naar het eerste. Dus het is allemaal mogelijk. Het is mogelijk, ik hoop zeker. Dat het voor mij ook zo gaat. Hey, en wat is jouw persoonlijke doelstelling? Lekker, Joop. Voor dit seizoen of? Ja, gewoon in je leven, gewoon in je carrière. Ja, in je carrière. Ja. Stippel het eens uit voor ons. Ja, dat vind ik een lastige. Kijk, ik ben sowieso iemand die niet... alles zegt van, nou, volgend jaar wil ik dit, volgend jaar wil ik dat. Ik kijk wel altijd binnen 1 à 2 jaar. Dus zoals nu ben ik eigenlijk alleen maar bezig met het promoveren met Roda. En ja, vanuit daar kijk ik wel wat er komt. Weet je, ik denk dat ik op dit moment een prima seizoen doormaak. Maar jij bent gehuurd van Utrecht, hè? Ik heb nog een jaarcontract bij Utrecht. Ja, oké. Oké. En dus maar uiteindelijk als voetballer streven natuurlijk naar het hoogste niveau. En ja, uiteindelijk wil je wel anders eruit halen. Dus. Ja. Maar het is voor jou dan denk ik volgend seizoen Utrecht 1 of wegwezen, toch? Je gaat er niet weer naar Jong Utrecht? Nee, dat Jong Utrecht, dat ja, kijk, je wil wel, zoals nu speel ik bij Roda, je speelt echt om de prijzen, weet je, en dat bevalt me wel. Ja, natuurlijk. Ja, heb ik. Lekker, man. Is ook zo. Is ook zo. Hey, Kelvin, vrijdag een zwaar potje tegen de Graafschap. Ja, zeker weten. Dus die thuis? Thuis, hè? Ja, we spelen thuis. Dat is voordelig voor ons. Ja. Weet je, de laatste tijd zit het gewoon vol. Ja. En de supporters die steunen ons daarin. Dus dat is alleen maar mooi. Mooi. En dat helpt ook zeker. Dus. Yes. Wie is de beste speler in jullie selectie? De beste speler? Ja. We lopen er wel een paar rond, hoor. Ja, ja, zeker. ja, als ik er nu een paar zou moeten uitkiezen die op dit moment ja, voor mij wel gewoon echt goed zijn, is Matthijs, die volgend jaar naar Utrecht vertrekt. Ja. Ik vind onze nieuwe spits die we van Sparta Praag, Seik, die hebben aangetrokken. Ja. Ook heel belangrijk voor ons team. En ja... Ik kan eigenlijk het hele team opnoemen, want iedereen die draagt een steentje bij natuurlijk. Nou zijn er straks een paar boze, hè? Dat is niet een Van der Heijden zit er ook heel goed in de laatste tijd. Ja, twee doelpunten ook. Absoluut. Ja, absoluut. Het is ook team van de week afgelopen speelronde. Dus, is prima speler. Die zit er ook goed in.
Ja. Het zit goed door elkaar hoor, bij Roda. Zeker. Zeker. Hey Kelvin, nou ja, we wensen in ieder geval heel veel succes dan de vrijdag. En we hebben nog wel één laatste vraag. Worden we Europees kampioen met Oranje? Ben je daar nu al mee bezig, Lars? Ja, natuurlijk. Nou ja, de spelers heb je ervoor. Want je hebt gewoon een hele goede selectie. Ja. En op de bank ook. Dus als je kijkt naar de spelers, zou het moeten kunnen. Alleen, dat hebben we vaker gezien. Dat we gewoon een goede selectie hebben, maar dat het dan net niet lukt. Dus ik hoop dat het voor ons goed valt. Alleen of we Europees kampioen worden, dat durf ik niet te zeggen. Gewoon een jaartje of een neetje? Sorry? Een ja of een nee? Ja, ik streef altijd naar het beste, dus dan gaan we voor jou. Yes! Yes. Dit Holland! Holland! Heel lastig. Lekker las. Yes. Maar positief blijven. Ja, nee, zeker. Maar eerst even lekker promoveren. Ja. Dat is zeker het doel voor de aankomende tijd. Mooi man. Kijk, juist. Mooi. Kelvin, nou helemaal top. Dankjewel dat jij ons mystery guest wilde zijn. Dat we je even mochten bellen. Ja, geen probleem. En heel veel succes nog de aankomende weken. Razzie is een hooligan. Razzie is een hooligan. Kelvin, dankjewel jongen. Yo. Want hij wilde er gewoon 3 pakken hoor. Van de Hij stond scherp. Absoluut. Maar absoluut. Het kan ook niet anders dat de harde kern van MVV hem een mooie vent vindt. Ja, die kunnen dat wel waarderen. Die kunnen dat echt wel hebben, ja. Maar hij zou eigenlijk gewoon bij Roda moeten blijven. 100%. Dan krijg je echt wat te doen in de Eredivisie. Want Roda gaat geen top 6 eindigen. Ja. Nee. Maar ik vind hem echt een goede keeper. Ja. Ik vind hem zoveel rust uitstralen zeker. De hele tijd. Hij is een hele nuchtere gozer, dat hoor je ook aan hem. Ja. Is echt zo'n keeper. Echt een keeper die aan het woord is. Echt, wat jij zegt, ook jong Oranje City. Dus hij moet niet meer terug naar jong Utrecht. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Mooi. Razzie is een hooligan. Ook tevens onze best beluisterde podcast van de eerste de beste ooit. Ja? Ja? Waar we er toen in behandeld hebben. Dus, zo, hoe kwam dat dan? Ook wat dat betreft. Ja, door dit natuurlijk. Ja, dit. Ja, Razzie. Ja. Maar als je het over Razzie hebt, jongen. Ja, dan komen de mensen. Komen de mensen. Niet bang. Ja. Is niet bang. Hey heren, dan door naar de randzaken. En Ferry de Bond, jou viel iets op. Interviewtje met een andere Purmerend. Mart Lieder. Nou, viel eens op. Ja, dat viel iedereen wel op, toch? Ja. Nou, ik vond het echt wel mooi, want wij kennen Mart Lieder natuurlijk. Hebben we ook hier in de show gehad. Ja, hè? Ja. Toen was hij nog in Denemarken, denk ik. Klopt. Ja. Klopt. Maar die jongen die sukkelt al zo lang met blessures. Ja. En dan zou je op zijn leeftijd denken, zak er allemaal in. Maatschappelijke carrière. Ja, ik stop ermee. Ik ga lekker bij mijn vriendin kijken bij het handballen. Ja. Toch? Maar hij is ook gewoon geen straf trouwens. Dat is ook geen straf. Nee, dan hoef je niet eens te handballen. Daar wil ik nog bij kijken. Maar hij is door gaan knokken. Hij wil fit worden. En heeft hij zijn kansje gekregen bij Eindhoven. Kreeg hij een contractje. En hij maakte nu zijn eerste. En hij werd even emotioneel. Hij was echt emotioneel. En het mooie was, want ze verloren die partij. Ja, maar dat interesseert hem niks. Nee, het kwam er echt even uit gewoon dat hij weer mag voetballen. Ja. Hij is weer voetballer. Ja, maar dat is want hij heeft veel hoger gespeeld dan FC Eindhoven. Ja. Maar dat deed er nu niet toe. Nee. Zeg maar. Ook al is het bij FC Eindhoven, hij is weer profvoetballer. Ja. Zo, dat is, ik hoop echt voor hem dat hij volgend jaar even een lekker jaartje door kan maken. Dat hij gewoon weer lekker op dat veld kan staan. Ja. Dan kunnen wij hem hier helemaal KKD. Afbranden. Ja, tuurlijk. Dat hoop ik. Dat hoop ik voor hem. Maar je eerste goal in 2,5 jaar, dan komt er natuurlijk wel het een en ander. Zeker, dat was een mooi moment. Ja. Absoluut. Hebben wij ook wel eens toch als we echt een hele goede podcast maken. Zo na de show. Komen die tranen. Tuurlijk. Straks worden wij weer geïnterviewd. Ja, dan komt het weer. Hou de zakdoeken er maar bij. Ja. Joop, FC Den Bosch is het gered, want zij hebben een nieuwe technisch adviseur, Dries Boussata. Binnen 4 jaar Champions League. Nee. Winnaar. Hij is geen technisch directeur. Kijk, adviseur. FC Den Bosch wordt overgenomen door 3 Aziatische partijen. Ja, dat is al een mooi verhaal. Dat vind ik al een mooi verhaal. En daar is trouwens heel weinig ook te vinden online over die Aziatische partijen. Zeker. Ja, en de technisch adviseur van die Aziatische partijen is Dries Boussata. Ja. Dan denk ik dus bij mezelf, hoe komen die Aziatische partijen, waarover weinig te vinden is online, bij Dries Boussata terecht? Ja. Ik zou eigenlijk zeggen tegen heel Den Bosch, dit moet je niet doen. Nee? Nee, maar het is al gebeurd volgens mij. Ja, ik vind het ook schitterend. Ik zit er helemaal in met je. Ja. Kijk, die ene partij die zegt, wij willen Stanley Menzo. Die tweede partij zegt, wij willen Giovanni van Bronckhorst.
En die derde partij... Nee, ho, ho, ho. Die zeggen, wij willen John van Loon. Ja, even, ja jongens, Loon. Dit worden we niet eens. Ja. Dan doen we Dries Boussata. Ja. Ja. Ja, zo gaan die dingen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Hoe komen drie Aziatische partijen bij Dries Boussata terecht? Ja, geen idee. Ja. Geldschieter. Of als technisch adviseur. Adviseur, ja. Ja, dus hij gaat nu... Nou ja, hij heeft de investeerders ook binnengehaald. Ja, misschien dat dat meest. Misschien dat dat wel, ja. Misschien dat maar hey, Bernard Schuitenman, die is technisch directeur bij FC Den Bosch. Ja. En het eerste wat hij doet, die luistert deze podcast, die rare trainer eruit gooien. Ja. Ja, die heeft geluisterd naar jou. Slimme actie. Thomas Kasmarek, eruit. En hij zei erbij, ik ben het liefst gewoon meteen duidelijk. Ja, maar dat vind ik ook geen rare trainers bij FC Den Bosch. Nee. Nu ben ik heel erg benieuwd wie hij voor volgend seizoen gaat aanstellen. Ja, ik ook. Ja. Maar hij staat gewoon Jack de Gier. Maar hij staat er wel goed op, die Schuitenman, hoor, begreep ik. Ja, als, die heeft bij Feyenoord ook... Hij is internationale scout, is die altijd geweest. Dus dat klopt, ja. Hij heeft een goede reputatie. Nou, dat mag hij nu laten zien. Ja, zeker. En dat Den Bosch... Kijk, ze hebben dan nu die Aziatische partijen, maar ze moeten volle bak op de Nederlandse Tour overal gaan. Schuitenman, technisch directeur, gewoon een Nederlandse trainer. Het is of Maurice Verberne. Juist. Of Jack de Gier. Jackie. Geen geouwehoer verder. Nee. Kijk. Toch? Zeker. En dan hoop ik dat die Aziatische partijen, waarover dus weinig te vinden is, een beetje geld gaan lappen voor ze, toch? Dat ze geen ruzie krijgen, onderling. Ja. Dat er niemand zich terugtrekt. Ja, dat wordt nog wat. Dat wordt nog wat. Dat gaan wij kritisch volgen. We gaan het allemaal meemaken. Dries Boussata, de druk staat erop, jongen. Behoorlijk. We gaan het kritisch volgen. Maar zo... Van Jong PSV, ben je fan van? Ja, dat is sowieso dat is zo'n ouderwetse luie nummer 10. Ja. Deze. Daar kan ik sowieso altijd wel van genieten. Af en toe lekker steekpaarsje. Het is af en toe, ziet het wel een beetje loom eruit en zo. Mm-hmm. Maar het is wel mooi. Hij heeft ook, daar komt hij weer, mooie rechterrug. Ja, mooie loop, mooie speler. Recht. En dan gaat hij naar Sparta toe. Dat vind ik een hele goede stap. Okay. Hij kan daar één kandidaat meer verdienen. Ja. Mm-hmm. En gewoon kans op te spelen. Wat ik gewoon wil zeggen, die KKD, dat is gewoon een hele mooie kans voor je als speler. Zeker. Om je gewoon jezelf lekker te laten zien. Dat is prima. Vind ik leuk voor die gozer. Absoluut. Ja, maar daar ben ik het dus niet meer mee eens met het laatste. Ja, zeg want, maar. Want ze hebben ook een speler van Jong Feyenoord. Die aanvoerder. Die is ook naar Sparta gegaan. Ja. Normaal ga je nu googlen, maar dat gebeurt niet. Wie bedoel je dan? Nou, Sparta heeft twee spelers aangetrokken. Okay, hem moet ik even googlen? En eentje van Jong Feyenoord. Okay. En toen ging ik daar zo over nadenken. Want... Ja, en nu mis je Nicky. Hè? Nicky had hem al gehad. Oh, maar Jong Feyenoord wist je uit je hoofd. Ja. Mike Klein. Ja? Die hebben ze ook. Dus nu zat ik te denken van, want dat is altijd het tegenargument van die jong elftallen. Ja, ontwikkeling van de spelers, goed voor Nederlands voetbal, bla bla bla. Maar het maakt geen reet uit. Want of je nou met Jong PSV in de KKD speelt of met Jong Feyenoord in de Shell jeugdcompetitie, je komt allebei gewoon bij Sparta terecht. Dat is nu dit voorbeeldje. Ik snap die clubs echt wel van Ajax en die snap ik ook PSV. Wel, maar dat wil niet zeggen dat zo goed is voor het Nederlandse voetbal. Nee, want die Mike Klein, dat is misschien net zo'n goede voetballer. Maar zijn daden ben ik KKD. Wat? Zijn daden ben ik groot. Zijn daden ben ik groot. Maar mooie stap toch voor die... Zeker een mooie stap. Zeker. Dan even wat anders. Spelers slaan met een zweep. Voetbalcultuur de nee. Hebben wij gezien in Saoedi-Arabië toch een nieuw voetballand? Mooi land. Toch? En wij hebben niks gemerkt. Nee. Hey, daarom. Wij werden met alle egnars gewoon ontvangen. Maar dan zie je zo'n speler naar de tribune gaan. En daar stond dus iemand met zijn riem gewoon te slaan. Ja. Ja. En de Saoedische voetbalbond was er wel boos over. Ja. Er is nu ook een regel ingesteld. Ze mogen niet gezegeld worden, de speler. Hoe heet dat? Geslagen. Ja, nee, ja, gezegeld gezweept. Heet dat, gezweept. Gezegeld? Gezegeld heet dat toch? Ouwe? Ja, met een S. Ja, met een S. Gezegeld. Okay. Spelers mogen niet gezegeld worden. Maar ik vind eigenlijk dat wij hier als Nederlanders niks van mogen zeggen. Want we hebben natuurlijk ook gewoon die toeslagenaffaire. Dat is waar. Maar ik ben wel benieuwd. Die gozer die met die zweep sloeg. Hier gaan dingen ook niet goed. Maar die gozer die met die zweep sloeg. Wat krijgt hij dan voor straf? Zweepslagen? Ja, zo is dat denk ik. Het wordt een visuele cirkel. Ik zou zeggen een half jaar zweepie thuis laten. Zo mooi hè. Maar dan dat je zo zelfverzekerd bent. Dat je denkt van dit ken ik wel maken. Ja, dit ken ik wel maken. Maar ook hij riep hem ook hè. Kom eens even. En bam. Ja, ik vind het wel voetbalcultuur. Ja. In Saoedi-Arabië is dit voetbal.
cultuur. Ja. Hier in Nederland wil ik het niet zien. Nee. Nou, ik zou... Klein maar... baksteentje in Nederland, dat is een beetje onze cultuur. Nou, ik wil het in Nederland gerust zien, maar wel op deze manier. Dus gewoon op de hoofdtribune. Ja. Ja. Op het moment dat dan een of andere iemand in zijn pak... Hey, kom eens, kom eens. Ik teken ervoor. Hey, dan even wat anders. Belen van Feyenoord, die had wat advies voor Giménez. Ja, Giménez... Zit er niet goed in. Die is het sinds dat hij in een dinosauruspak in een parkje hebt gezeten, heeft hij geen bal meer geraakt. Nee. Gaat dan ook nog eens popen. Ah, dat moet je, ik weet niet of je dat als voetballer moet doen. Live op Instagram. Ja. Belen. Zou Belen een luisteraar zijn van de show? Ja, dat moet. Ja, 100%. Die zei tegen hem van, joh, je moet niet gek doen. Je moet gewoon lekker nu KKD, keukenkampioen divisie, schakelkanaaltje kijken. Ja. Dat moet iedereen doen. Die snapt het. Zeker. Vrijdagavond is of naar het stadion, je gaat naar je club. Of je kijkt naar het schakelkanaal. Maar een van de twee. Dat gaat die Giménez niet lukken. Die zit zwaar onder de plak, toch? Ja. Dat klopt, ja. Dan denk je dat zijn idee is om zo'n dinosauruspak aan te trekken. Die heeft een vrouwtje bedacht. Ja, denk je? Ja, zeker weten. Ja. En die zegt, ja, maar wij gaan hier echt geen kijken. Wij gaan of live op Instagram, of wij gaan uit eten. Maar wij gaan niet naar het schakelkanaaltje kijken. Ze vinden haar zo leuk, hè. Die maar ze houdt wel van die aandacht. Ja, van die Giménez. Maar dat was ook mooi, want ik had ook over getweet, hè, over dat die in dat dinosauruspak zat. Ja. Feyenoord dus boos, joh. Ja, boos, van waar bemoei jij je mee? En hij mag dat toch lekker zelf weten? Nee. Maar hij heeft geen bal meer geraakt. Nee, dat is waar. Focus ligt verkeerd. Ik moet trouwens wel, ik zit te denken, jij zegt of Belen luisteraar is. Toen dacht ik, was hij niet ooit mystery guest? Maar dat was Van de Belt. Van de Belt? Die moet eigenlijk met zo'n naam naar Saudi-Arabië dan natuurlijk. Dat zou een perfecte stap zijn. Van de Belt, dat is wel eigenlijk, dat is er niet uitgekomen. Stapje toch? Dat is zo bij Feyenoord. Die had eerst naar Sparta moeten gaan. Ja. Toch is zijn vader vriendje van de trainer? Ja, nu wel. Ja, nu wel. Nu achteraf wel. Is het makkelijk lullen natuurlijk. Ja, precies. Nee, vind ik wel jammer voor die jongen. Wij vonden het allemaal een logische stap. Ja. Zeker. Is er niet uitgekomen. Nou, maar die Belen, want die vonden wij vorig jaar wel goed, maar niet om te zeggen van, nou, die is echt geweldig. En die haakt wel aan, hè? Ja, die haakt aan, daar zo. Knap hoor. Ja, zeker. Ja. Zeker. En dan... En als laatste, er is natuurlijk iemand die zich beschikbaar heeft gesteld om bondsvoorzitter te worden. Frank Pauw. Ja, hij is een anti-Pauw. Zijn anti-Pauw. Hij is een zwaar anti-Pauw. Maar er heeft nog iemand zich gemengd. Halsey Nijland. Ook. Ook vriend van de show. Ja, Hansi. Maar ik bedoel eigenlijk iemand anders. Jorien van der Heerik. Ja. Oh, ja. 80 jaar, die denkt, mooi joppie. De rentree van Jorien van der Heerik kijken wij. Daar kijken wij allemaal naar. Ja. Want die man is in... Jorien van der Heerik, daar heb ik de laatste 20 jaar... niks meer over gehoord. Nee. Nou, ik... En nu is hij alleen maar in de media in één keer. Maar ik heb hem een paar keer eerder... Maar nou was hij ook weer bij ESPN. Goedemorgen. Bij Goedemorgen Eredivisie. Zit hij gewoon lekker. En dan vind ik hem wel heel, heel duidelijk. Dus hij oogt voor mij niet 80. Ik zou... Ja, 79. Ja. Maar... om en erbij. Maar hij is wel... Ik vind hem wel scherp of zo. Ja. Voor mij is hij is het goed wel... nog bij de tijd. Ja. Ja, ik snap niet helemaal waar. Hij is jarenlang weg geweest. En dan nu ineens is hij weer helemaal terug. Ik vond het wel grappig. Verveelt hij zich of zo? Ja, dat keer. Sowieso. Volgens mij is dat het gewoon. Mee. Want hij wil ook ineens nu voorzitter worden van de. Nou, ze zeiden tegen hem dus: van niks voor jou om je kandidaat te stellen. En toen zei hij helemaal van: nou, leuk dat je het vraagt. Ja. Nou, hij zei van: nou, ik denk niet dat de KNVB op mij zit te wachten. En toen ging hij dus over nadenken. En toen ging hij naar huis en toen dacht hij: ja, waarom ook niet? Dacht hij. Ik ga me gewoon aanmelden. Maar dit is wel mooi, want die Frank Pauw dacht al, ik ben het. En nu hebben ineens allemaal kandidaten die melden zich in één keer. Ja, ik zat nog aan iemand anders te denken, hè? Want je had Pieter de Waard al geopperd. Ja. Wat dacht je van de champ? De champ? Nou, als er iemand in zichzelf gelooft dat hij het kan. Toch? Ja, moeten we niet doen. Nee, dan staan we internationaal voor lul. Ik heb hem nog even gepromoot, hè, de champ. Ik kreeg een berichtje van hem. Oh. Dat ik hem even wilde helpen. Heb je een boek gehad van hem? Nee, voor die prijs. Dat is sportboekenprijs of zo dit jaar. Hij kwam even op WhatsApp. Of dat ik hem even heb je dat gedaan? Voor niks? Ja, 100%. Voor de champ doe ik alles. Okay. Ik heb alleen gezegd, mocht Miss Ethiopië, mocht je dat nummer nog hebben. Laat maar even weten. Ontvang ik hem graag. Hey, weet je wie ook tijd hebt om bondsvoorzitter te worden? Nou? Alex Kroes. Ja. Nou. Moet hij geen aandelen kopen in de KNVB? Nee. Dat kan ook niet gelukkig. Oh, nee, maar dat was gelukkig bij Van Praag geen probleem. Ja, dat is ook goed. Je mag ook met aandelen bij de KNVB zitten. Hey, even wat anders, want kijk, er is voor de rest niemand aanwezig van FC Afkikken. Maar ze zitten niet stil. Een Woedroetje stuurt nu een berichtje in de groepsapp. Oh. Vitesse verwacht binnen enkele dagen reactie van de licentiecommissie.
het uitspelen. En dit is echt goed nieuws voor alle supporters. Die kunnen nog 4 wedstrijden genieten van Vitesse. Want het uitspelen van dit seizoen is niet in gevaar. Mooi. Kijk, zo, gelukkig. Nou, maar daarna wordt het dus wel echt daarna een linkerboel. Daarna wordt het penibel, ja. Maar goed, dit seizoen zijn ze nog... We hebben het al gezegd, dit is ook precies wat we moeten blijven herhalen. Want de kracht van herhalingen. Ja. Uit die Gelredoom en gewoon een ander veldje zoeken. Ja, want twee tribunetjes wegzetten. ESA Rijkerswoerd of hoe heet die clubs daar? Schuitgraaf heb je ook nog. Wat heb je daar? Sport, ja. Ja. Lekker lassie. Ja, 160 kilometer van mijn huis, maar hoppakee, ik weet het allemaal. Hoppakee. Het is ongelooflijk. Lekker man. Hey, dan zijn we natuurlijk aangekomen bij de Pro Forto speler van fles, de week. De hoeren en Vitesse. Oké, Pro Forto speler van de week, daar gaan we. We hadden natuurlijk Ferry de Bond. We hebben het al een beetje behandeld. Jij had Mart Lieder. Mart Lieder, daar ben ik emotioneel van. Zeker. Ja. Jij? Jorg Schreuders, middenvelder van FC Groningen. Vind ik al wekenlang, eigenlijk het hele seizoen al, een heerlijke speler. Echt zo stieren op dat middenveld. Een van de motoren van FC Groningen. Ik geniet van die gozer. Zeker. Ja. En ik was natuurlijk voor Tim Pieter Charles reserveur gegaan. Die natuurlijk hier beschimpt is. Ja. Vergruist. Uitgelachen. Ja. Kapot gemaakt. Door ene Joop Buit. Ja. En nu gewoon de maestro is op het middenveld daar bij Dordtje. Hij is nu wel echt de... Hij is nu... Eindelijk, de laatste 4 wedstrijden hebben we het volgens mij hiervoor is hij gehaald. Juist. Hiervoor is hij gehaald. Juist. Maar je had hem al bij IJsselmeervogels zitten, hè? Ja, 100%. Ik heb hem al uitgelachen. Ja, dat klopt. Ja, vooral omdat hij zo werd binnengehaald door FC Groningen. Maar dat deed hij... Nu hebben we onze aanvoerder is binnen. Die voorzitter met dat shirt aan van de verlosser, Tim Reserveur. En daarna heeft hij gewoon geen bal geraakt daar. Nee. Maar nu wel. De uitslag. Zowel op Twitter als op Instagram is de winnaar geworden... Tim Reserveur. Gefeliciteerd, Tim. En dan hebben we op Twitter had hij bijna 40% van de stemmen. En op Instagram 57% van de stemmen. Tim Reserveur. En hij geeft die ballen. Boom. Dat was ook een nummer, Tim, hè? Tim Reserveur. En hij maakt ons kampioen. Deze doen we erbij met onze Litouwers. Ja, maar we kregen ook een commentje van onze goede vrienden uit Dordt, FC Dordrecht NL. Ja. Lars is altijd al onze favoriete podcast-host. Kijk, jongens, slijmballen. Dus love naar mijn vrienden uit Dordrecht. Love. Maar Tim, Charles, Pieter, Reserveur bij deze van hartelijk gefeliciteerd. Op zijn oude dag. Nee, hartstikke leuk dat die jongen 4 wedstrijden goed speelt. Ja. Ja, toch? Hey, jij bent al een heel seizoen fan van Joris Schreuders. Ik heb hem nog geen seconde erover gehoord dit seizoen. Ik geniet wel van die gozer. Laat het niet uitzoeken. Ik geniet van die gozer. Ja, nee, het is wel genieten. Tim van Reserveur Telly? Ja, Zou leuk zijn. Mensen, dan zijn we bij het einde gekomen van deze woensdagshow. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en voor het luisteren. Vergeet niet te liken en te subscriben op het kanaal van FC Afkikken. 5 sterren te doen op Spotify. Help je ons nog steeds enorm mee. En dan zijn wij vrijdag weer terug met een spiksplinter nieuwe vrijdagmiddagborrel. Juist. Tot dan. En hij geeft die ballen boom. Hallo allemaal, ik ben Joop Buit en ik zit hier in de Joop Buit Alles Media Studios te Den Haag. En ik vraag jullie allemaal om te liken en te subscriben op het YouTube kanaal van FC Afkikken.